Zeker weten. Helemaal. Ja, precies op die plaat? Ja. Wat ben je aan het doen? Een tentoonstelling in het richten. En dan komt het heel nauw? Ja, je moet eigenlijk dat kunnen zien. Hè? Het is heel lastig om uit te leggen. Kijk, als je nou die daarnaast ziet dan dadelijk. Zijn allemaal heel serene beelden, die laatste drie. Dit is een soort, ja, je zit daar in de sneeuw. Ja, dan ben ik een la pénitente. Ik doe boete. Dus ik zit daar geknield in de sneeuw. Maar dat is het hele krachtige, dat is apostel. Ik draag iets uit. Kijk, je hebt momenten van contemplatie en van iets uitdragen. En dat wisselt zich in deze serie dan ook af. Op die grote sta je met een kruis in je handen, bovenaan een trap. Ja, en je ziet mijn hoofd niet. En dat vind ik wel erg belangrijk vaak. Want mijn werk gaat over alle vrouwen, zeg maar. Dus je ziet wel mijn lichaam, ik ben een vrouw. Maar het kan net zo goed een andere vrouw zijn die apostel is en iets uitdraagt. Want wat is dit voor een serie die we zo meteen hier in deze ruimte aan het einde van Museum van Bommel van Dam kunnen zien hangen? Ja, dat is de serie over hoeren en madonna's. En over hoeren en madonna's gaat over 12 Bijbelse vrouwen. Ik heb die in zelfportretten uitgebeeld. Paul Sterk heeft daar sonetten over geschreven. Hij had me uitgenodigd voor dit project. En ik vind, als ik zo in de Bijbel kijk en naar de toestand in de wereld, zeg maar, dat er eigenlijk heel weinig is veranderd wat vrouwen betreft. Oh? Ja, ze worden... Ze mogen stemmen hoor. Ja, klopt. In Frankrijk was het heel laat, geloof ik, dat ze mochten stemmen. Nee, maar er moet toch nog heel veel gebeuren voordat vrouwen de positie krijgen in de maatschappij die hun toekomt. En religie is een drempel daarvoor misschien wel? Nou, vooral in religie merk je dat vrouwen sterk worden onderdrukt. Ik vind religie eigenlijk een uitvinding van mannen. De kerkdienst wordt bijvoorbeeld door een man gedaan. Vrouwen hebben heel weinig te zeggen in religie. In die Bijbel komen natuurlijk ook een hoop krachtige vrouwen voor. Ja. Het zijn niet de vrouwen die allemaal het onderspit delven. Nee, het zijn eigenlijk best wel sterke vrouwen, want lijden, dat maakt vaak sterk. Ik bedoel, Isabel, die is volgens mij, als ik goed begrepen heb, uit het raam gegooid. Met karren overreden en daarna opgevreten met de honden. Kijk, dat is dat daar? Wacht, die. Daar. Dat is de hond van de juwelier bij ons uit het dorp. Ik had me met leverworst ingesmeerd en iedere keer ging ik in die struiken rollen en riep ik, Jarden, kom dan. Maar ja, had je zelf met leverworst ingesmeerd? Ja, want hij moest me verslinden. Ik was zelf niet aantrekkelijk genoeg zonder die leverworst. Dus, en nu, als die juwelier de hond uitlaat, dan kijkt die hond elke keer bij mij op de oprit en je ziet hem denken, leverworst. Maar in ieder geval, het ging dus over Isabel. En ja, we moesten kijken wat ze allemaal doorstaan heeft. Van de sterke vrouw, dat ze dat allemaal heeft doorstaan. Maar dat is haar wel door mannen aangedaan. Hè? En daarnaast, die komt me bekend voor. Haren en een schaar. Ja, Samson en Delilah. Mm-hmm. Ja, dat is ook een sterke vrouw. Ja, ik voel me ook heel erg verwant met die foto. Ik ben het natuurlijk allemaal, maar sommige die zitten dichter bij mij dan anderen, zeg maar. Dan ben ik niet zo bijbelvast, maar misschien gaat die vertelling er wel over dat de vrouwen eigenlijk de touwtjes in handen hebben. Ja, dat is misschien ook wel zo, maar niet overal. Met al mijn werk probeer ik te bewerkstelligen dat mensen nadenken over dingen die heel vanzelfsprekend lijken en het in mijn beleving vaak niet zijn. Lilith hangt er ook tussen en dat was voor mij de moeilijkste om te maken, want die moest bij de oervrouw Lilith, die in alle religies voorkomt, passen, maar ook bij mij, omdat ik Lilith ben en dat is die daarachter. De meest rechtse of die? Ja, de meest rechtse. Maar dat ben ik, snap je? Het klopt met hoe ik ben. Wat je dan in mijn kruis ziet liggen, dat zijn stierenkloten. Ik had gehoopt dat ik ze met zak zou krijgen, maar ik kreeg alleen het inwendige van die kloten van de slager. Nou, staan we hier in het museum van Bommel van Dam. Eindje verderop ligt het Limburgs Museum. Daar waren nog niet zo lang geleden ook foto's van jou te zien. Ik herinner me dat er toen discussie was over een aantal van die foto's. Dat het museum zei, er komen ook gezinnen kijken. Een paar van die foto's moeten we weghangen. Daar heb jij toen mee ingestemd? Ja. Die discussie, zou die hier ook ooit kunnen plaatsvinden? Nee, ik denk van niet. Dit is toch een museum voor moderne kunst. Dat is iets anders. Maar ik snapte toen eigenlijk ook niet dat die discussie plaatsvond. Want kinderen zien zoveel op de televisie en alles. En denk, ja, je kunt ook overdrijven. En weet je wat ook nog is? Censuur is in mijn beleving altijd heel persoonlijk. Want er hing bijvoorbeeld een foto van mij, Take These Broken Wings, met rode vleugels. En daar keek je me zo tegen mijn bips aan, terwijl ik een blauwe trap opliep. Die vonden ze mooi, dus dat mocht. Dus een bips is mooi? Ja, die bips was blijkbaar mooi op die foto. In het echt is misschien iets anders. Maar... En dan een foto waar ik de kleren aan had. En daar zat ik op een etalagepop. Je zag helemaal geen naakt of zo. Dat vonden ze dan niet geschikt voor kinderen. Maar het is allemaal de beleving in het hoofd van degene die ernaar kijkt. Dus, en daar heb ik altijd moeite mee. De mooiste, wat jou betreft, tot slot. Nou, dat is een hele bijzondere groepsfoto.
Ik heb geprobeerd Bijbelse vrouwen vanuit het verleden naar het heden te vertalen. En daarom heb ik een oproep gedaan via Facebook aan echte hoeren. En gendervrouwen, lesbiennes, biseksuelen en de nonnen ben ik gaan bezoeken in een klooster. Baby's? Ja, een baby van 2 weken, want dat vond ik heel symbolisch. Want dat meisje kan uitgroeien tot elke vrouw, dat weten we nog niet. En van tevoren waren de mensen heel sceptisch. Die zeiden, ja, die hoeren die vind je niet. Die gaan niet met hun gezicht in beeld. Maar ik vond ze wel. Want je gaat nu natuurlijk meteen kijken wie dan wie is. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat zeggen we niet. Maar dat was heel grappig. Ik liet de foto aan mijn vader zien en hij wist wat mijn gedachte erachter was. En ik kreeg echt tranen in de ogen. Het zijn allemaal gewone vrouwen. De man kan de vrouw niet uitvinden. God heeft de vrouw niet uitgevonden. Wij moeten onszelf scheppen en in deze wereld neerzetten. Onze positie veroveren. En dat doe je met een expositie. Bijvoorbeeld.